Doctor in de landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen en bio-ingenieur, maar ook auteur. En daarom vandaag bij ons om zijn nieuwste boek Feiten en Fabels over gezondheid en voeding voor te stellen. Erik de Maartelaere. Dag Erik. Ja, dat was een hele mond vol. Ik heb daar enkele keren moeten op oefenen. En toen zei ik van ja, bio-ingenieur, auteur. Je bent ook auteur natuurlijk. Hè? Ja. Vertel, je hebt een boek geschreven. Wel, je hebt er al enkele geschreven. Ja. Maar nu eentje, fabels en geen fabeltje over gezondheid en voeding. Ja, klopt inderdaad, omdat ik weet bij ervaring dat mensen mij heel veel vragen stellen over voeding. Het stopt gewoon nog niet, want dit is inderdaad mijn derde boek dat ik uitgeef bij Manto. Hopelijk niet het laatste, maar dit moest ik gewoon schrijven, omdat mensen mij vragen, ja, kijk, enfin, wat kunnen we nu doen? Een voorbeeld, heel belangrijk voorbeeld, is om ons immuunsysteem te versterken. Ik moet u niet vertellen dat met de huidige COVID-pandemie dat de mensen ongerust zijn. Ja, veel meer mee bezig zijn. Ze zijn er zeer veel mee bezig en ze vragen zich regelmatig af, kunnen we ook iets doen via de voeding om ons immuunsysteem te versterken? Het antwoord is ja. Het is heel duidelijk ja. En dat heb ik ook uitgebreid beschreven in dat werk. Je kunt dus heel veel doen. Bijvoorbeeld, een typisch voorbeeld is vitamine D. Er is daar veel om te doen. Artsen schrijven het ook regelmatig voor. En ik zou bij deze ook aan de mensen willen zeggen, alsjeblieft, nu jong en oud, laat uw vitamine D eens meten in uw bloed. En zorg dat het boven de 30 nanogram per milliliter komt. Ik ben zelf ook vaak eens bezig met sport en voeding. Ja. Vitamine D was niet gemakkelijk te vinden het afgelopen jaar. Nee, en dat komt omdat het enorm bevraagd wordt. Heel veel mensen vragen ernaar. En dat is al een aantal jaren aan de gang. Omdat men ziet dat vitamine D ook een heel belangrijke rol speelt in heel veel andere processen, los van het immuunsysteem. Als je voldoende vitamine D hebt bijvoorbeeld, dan heb je minder kans op kanker, op hart- en vaatziekten, Alzheimer, Parkinson, noem maar eigenlijk maar op. En het onderzoek, als je gaat kijken in de literatuur naar vitamine D in relatie tot gezondheid, dat tegenwoordig, dat reist de pan uit. Hè. Iedere week komen er in toptijdschriften artikels over vitamine D. En omdat u zegt, ik doe aan sport, men ziet bijvoorbeeld ook dat vitamine D een heel belangrijke rol speelt in de bescherming tegen wat men noemt oxidatieve stress. Dat wil eigenlijk zeggen, als u heel veel inspanningen doet op topniveau, dan is dat eigenlijk fundamenteel ongezond voor je lichaam. Ja, je spieren worden heel vermoeid ervan. Precies, hè? Dus je moet die voldoende kunnen recupereren. En een van de elementen die je nodig hebt, naast antioxidanten, dat weet u waarschijnlijk wel, dat is ook vitamine D. Ja. Maar ik wil met deze er nog aan toevoegen. Dat is dat, wat vele mensen niet weten, is dat vitamine D niet alleen belangrijk is voor je immuunsysteem en voor een reeks andere fenomenen en ziekten, maar dat het eigenlijk ook moet ondersteund worden door andere parameters. En in dat boek bijvoorbeeld schrijf ik magnesium. Ik moet u niet vertellen dat wanneer u een magnesiumtekort heeft als sporter, en dat zie je hittekens bij oudere mensen, wat krijg je dan? Krampen. Krampen, hè? En als je over vitamine D-metabolisme gaat praten, je mag nemen wat je wil, je mag supplementen nemen. Als het niet ondersteund wordt door magnesium, ook zink, selenium en een reeks andere, dan werkt het gewoon niet goed. En dat wordt dikwijls eens over het hoofd gezien. Ja, je zei het heel belangrijk, want bij topsporters, heel wat mensen die hebben een drukke job tijdens de week en proberen bijna topsporters te evenaren in het weekend. En ze gaan koersen, voetballen, precies, padellen, alles. En precies, eigenlijk niet gezond als je het niet ondersteunt. Nee, dat is fout. Dat is eigenlijk fout. Ik begrijp het wel. En ik juich dat toe, dat mensen dat op sowieso willen doen. Maar eigenlijk is het fout, want je moet het geleidelijk aan opbouwen en je moet het vooral regelmatig doen. Dat is juist, als ik ga praten, ook voor seniorengroepen, dan zeg ik aan die mensen, kijk, van zodra je ouder bent dan 65 jaar, neem in hemelsnaam alle dagen 2000 tot 3000 internationale eenheden D3. Want dan kun je, die mensen vragen me, meneer de Maartelaere, we weten wel, we moeten in de zon gaan lopen, dan maken we het sowieso aan. Dat gaat voor jou lukken, omdat je jong bent. Maar vanaf een leeftijd van 65 jaar maken we het niet goed meer aan, via de zon. En wat moeten we dan doen? Supplementen nemen. En dat is wat internationaal onderzoek duidelijk aantoont, ook in relatie nu tot die COVID-pandemie, waar het vitamine D een belangrijke rol speelt om het immuunsysteem te versterken. Je moet vanaf een zekere leeftijd vitamine D nemen in lengte van dagen, tot bij wijze van spreken dat je doodgaat. Ja. Je raakt er niet meer door het alleen maar vette vis te eten of door eigenlijk je in de zon te gaan lopen, want dat lukt niet meer om allerlei redenen. Dat heb ik ook beschreven in dat boek. Ik hoor het je graag zeggen. Jij bent nog jong, Jeremy. Bedankt daarvoor. Het is alweer een eindje geleden dat iemand dat tegen mij zei, hoor. Maar vertel mij, vanaf welke leeftijd mag je het beginnen nemen eigenlijk, supplementen? Ik ben een fan van supplementen en in mijn eerste boek Gezond eten, gezond ouder worden heb ik dat 2 jaar geleden heb ik dat ook uitgebreid beschreven. Eigenlijk zou ik zeggen, als je jong bent en je eet gevarieerd en je lichaam neemt de elementen nog voldoende op of maakt ze aan, vitamine D, dan hoef je geen supplementen te nemen. Je moet alleen maar supplementen nemen wanneer er tekorten zijn in de voeding.
Of wanneer je het niet meer kunt aanmaken, zoals bijvoorbeeld vitamine D. Maar die tekorten tegenwoordig zijn legio. Je hebt heel veel jonge mensen die zitten vastgeroest achter een computer, komen nauwelijks buiten en hebben dus een tekort aan vitamine D. Men ziet dat internationaal onderzoek toont dat eigenlijk aan. Wat kun je dan zeggen tegen die mensen? Oké, neem een supplement. Werkt dat? Ja. Is het de beste manier voor hen? Nee. Laten we ze maar in de zon gaan doen lopen. Of laten we ze wat vette vis naar binnen slikken. Voor oudere mensen werkt het helemaal anders. Want dan kun je het eigenlijk niet meer. En ook als je het dan via de voeding doet. Want ik ben een grote fan van vis, vette vis. Dat zult u wel gelezen hebben. Heb ik ook trouwens een groot stuk over geschreven in mijn nieuw boek. De omega-3 vetzuren. Mm-hmm. Er is een enorm tekort aan omega-3 vetzuren. Dus, maar er zit in vette vis, makreel, zalm, noem maar op. Daar zit dus ook vitamine D in. Maar als je zou zeggen, ja, maar fijn, ik ben niet tegen voor al die supplementen. Dan ga ik maar wat vette vis gaan opeten. Ik kan u verzekeren, wat vitamine D betreft, je geraakt er niet met alleen maar vette vis op te eten. Dat is onvoldoende. Je moet het doen aanvullen via een supplement. Om het over jouw boek te hebben, het is net uitgekomen, hè, 27 mei. Ja. Vertel eens, wat zijn nu die fabeltjes? Want mensen gaan niet alleen lezen over supplementen en allemaal. Ja. Het is veel mooier dan dat alleen natuurlijk. Ja, ik heb zijn zo van die fabeltjes, koolhydraten mag je niet eten, maar dan word je dik van. Maar koolhydraten zijn heel belangrijk bijvoorbeeld. Vertel mij eens een paar van die fabeltjes. Ik ben heel blij dat u die vraag stelt over koolhydraten, want er zijn ook enorm veel misverstanden over. Wij moeten koolhydraten eten en in voldoende mate. En ik zou zeggen, een 120, 130 gram per dag. En we hebben dat om te beginnen al nodig om onze hersenen goed te laten functioneren en onze schildklier. In dat nieuwe boek heb ik een stukje geschreven over de werking van de schildklier. Dat gaat bij veel mensen fout. En je ziet het nogal dikwijls een keer fout gaan bij mensen die te weinig koolhydraten eten. Het fameuze keto-dieet op dit ogenblik. Ja. Heel populair, wordt dikke boeken over geschreven. En ik gun die mensen die inkomsten, ver vandaar. Maar je moet er goed mee opletten met dat keto-dieet of te weinig koolhydraten. Want je gaat in een soort overlevingsmodus waarbij je vet gaat verbranden. Je kunt dat een zekere tijd doen. Een maand, 2 maanden. Als je veel geduld en veel moed hebt, eerlijk gezegd. Maar dan ziet men in internationaal onderzoek dat wanneer dat koolhydraatarm dieet, wanneer je dat extreem gaat doen, onder de 50, laat staan, onder de 25 gram per dag, dan raak je in de problemen. Plus het feit dat de mensen dat niet kunnen uithouden. Dus je hebt koolhydraten nodig. Zeker u, als je aan sport gaat doen, heb je koolhydraten nodig. Maar er zijn veel meer fabeltjes die ik in dat boek beschrijf dan dat. Er zitten ook wel leuke tussen. Bijvoorbeeld, krijg je acne van chocolade eten? Ja, een goede vraag. Ja. Ik denk dat de vrouwelijke luisteraars nu op het topje van hun stoel zitten om dat antwoord te weten. Eigenlijk nee. Acne is eigenlijk vooral een hormonaal probleem. Men ziet wel dat wanneer je heel veel vet eet... Lactose en vet waarschijnlijk wanneer, wel. Ja. Lactose helemaal niet, maar wanneer je veel vet eet en suiker. Zeker de combinatie... Dan is er een correlatie chocolade tussen de... En er is periodes waarbij dat de hormonen opspelen. Bijvoorbeeld de adolescentie, de puberteit. Wanneer je ook een vette huid hebt. Dus wanneer je veel vet eet en veel suiker eet, dan is de huid vettig. Scheidt dus een stof af, sebum, zoals men dat eigenlijk noemt. Wanneer daar bacteriën in terechtkomen, je bent wat onvoorzichtig, krijg je meeeters en al dat soort dingen. Maar eigenlijk, of je alleen van chocolade nu acne gaat krijgen, dat antwoord is eigenlijk nee. Dat is niet wetenschappelijk bewezen. Een ander fabeltje is, ik vind dat een leuke, de 5-seconden-regel. Kent u dat, de 5-seconden-regel? Ja, als je iets laat vallen. Dus de mensen denken dikwijls, van als ik iets op een voedingsmiddel op de grond laat vallen en binnen de 5 seconden raap ik het op, dan kan ik dat perfect opeten. Dat is onzin natuurlijk. Ja. Het slaat gewoon nergens op. Ja. Het hangt af van het soort voedingsmiddel en de soort ondergrond uiteraard. Ja, als je in de aarde laat vallen, een stuk vis in de aarde laat vallen, ik zou er niet meer van eten. Nee, of op het strand bijvoorbeeld. Ja, ik denk het ook niet. Maar als je eigenlijk een droog koekje in je badkamer, in je living laat vallen, geen probleem, ja, je eet dat gewoon op, nietwaar. Er zijn nog zo van die dingen die de ronde doen. Bijvoorbeeld bier naar wijn, wijn naar bier heeft plezier. Plezier en bier naar wijn is venijn. Is dat niet waar? Is dat niet waar? Zo, ik heb er nooit problemen mee gehad in mijn studententijd, zal het zo zeggen. Eerlijk gezegd, ik ook niet. Ik heb wat een en ander verzet. Maar is dat nu een fabeltje? Is dat waar of is dat eigenlijk niet waar? Wel, onderzoek toont eigenlijk aan dat dat gewoon nergens op steunt. Dat is een fabeltje. Mensen denken dat gewoon. Dus er zijn ook zo van die dingen. Nee, bijvoorbeeld, maar er staan ook interessante zaken. Ja. Bijvoorbeeld, kun je te veel fruit eten? Op mijn voordracht heb ik dat heel veel... Die vraag heel veel gevraagd. Je kan te veel fruit eten, denk ik. Is het niet ja, zo? Ja, maar ik zou zeggen, geen kwaad woord over groenten en fruit. Maar aan de andere kant, je kunt te veel fruit gaan eten. En dat heeft dan te maken met fruit.
fructose dat in de fruit zit. Suiker ook. Dat is een suiker. En een suiker die, als we er te veel van eten, gevaarlijk kan zijn. Want dat gaat vrij snel naar leververvetting. Tot leververvetting leiden. En dat moeten we ten alle prijzen proberen te vermijden. Want leververvetting, nu ben ik misschien wat snel aan het gaan, leidt tot insulineresistentie, ja, obesitas, dat weet ik wat allemaal. Dus als je te veel... En dan praat ik over zo... God, ja, ik heb het ook een keer berekend. Of uit de literatuur blijkt 50, 60 gram fructose per dag is te doen. En dat komt zo als je alleen maar zou bijvoorbeeld fruit eten, appeltjes bijvoorbeeld, 5 à 6 appels per dag. Iedere dag. Dus een haakjes. Ik zou zeggen, laat de mensen vooral nog een beetje in spanning en laat ze jouw boek kopen, hè, binnenkort, vanaf volgende week. Ik hoop het, want het staat boordevol met interessante tips. Hè. Maar waar ik vooral de nadruk op gelegd heb, en ik wil het toch eventjes vertellen, nog juist eventjes als ik mag, dat is alsjeblieft, verzorg uw immuunsysteem, dames en heren. De eerste factor, de eerste oorzaak van COVID-19, de meest kwetsbare mensen, zijn de oudere mensen. Er zijn redenen voor... soms op. De tweede reden is obesitas. En overgewicht, een BMI boven de 30, is een enorme risicofactor. En er is een enorme link met voeding uiteraard. Er is een enorme link. En daar heb ik uitgebreid over geschreven. Dus ik zou zeggen, om te besluiten, kijk, COVID-19, straks zijn we er vanaf. Definitief, nee. Het zal waarschijnlijk ieder jaar terugkeren zoals een griep. Maar misschien komen er volgend jaar wel nieuwe virussen op ons af. Ja, en dan kunnen we ons eigenlijk wel al een beetje voorbereiden. Precies, en dan moeten we ons voorbereiden en hoe moeten we dat doen? Dat heb ik uitgebreid beschreven in dat boek. Hoe kunnen we ons immuunsysteem optimaliseren? En dan richt ik mij naar iedereen, maar vooral ook naar de kwetsbare groepen van de senioren. Oké. Je was een heel fijne spreker, een heel vlotte spreker. Ik vind dat altijd aangenaam bij ons in de studio. Je hebt inderdaad heel wat tips voor de mensen. Yeah. Wij hebben ook nog een leuke uittip. Kijk nog even mee met ons naar de uittip van dit weekend. Dank je wel. Hallo, ik ben Jeroen. Super dat je vandaag eens een kijkje komt nemen bij onze grote trots. Onze vakantiewoning, de Moorenhemse Kouter. De naam, de Moorenhemse Kouter, is een combinatie van de omgeving en het dialect uit de streek. We zitten hier in Moorenhem en de vakantiewoning is omringd door heel wat velden. Of zoals wij het in het dialect zeggen, kouters. We hebben 4 slaapkamers en 2 badkamers. Ideaal om 2 gezinnen een plek te geven. Je kan ook gerust met vrienden en familie naar hier komen. Vakantie in eigen land.